Richard, hier ben ik weer. Goedemiddag. Hallo. Ik heb begrepen dat we een kleine rondleiding kunnen maken. Ja hoor. Ja? Ja hoor, wij gaan een rondje over de bouw lopen. Kijk over de bouw, maar met name binnen, hè? Want buiten heb ik veel gezien. Ja. Misschien kan je er wat van vertellen. Ja, ja, gaan we doen. Gaan we doen, mooi. Nou, hier schiet het al aardig op, zo te zien. Ja, dit zijn de cliëntenkamers voor de haven, die dus verhuurd worden aan Stichting Sprank. Oh ja, ja. Hier komen zelfstandige cliënten te wonen. En op elke verdieping is een algemene keuken. Maken we daar woonkamer-keuken. Oh ja. Waar dus de cliënten samen kunnen komen met de leiding. Ja, kijk eens aan. Lekker royaal. Ja, ja. Nou, de wanden, de vloeren zijn klaar. Je ziet het. De keukenblokken die staan erin. Ja. Er moet nog wel een en ander gebeuren. Kranen monteren. Goed, de laatste afwerking qua elektra. Ja, puntjes zien eruit. Deuren moeten er nog in. Ja. De badkamer. Oh, kijk eens, dat is al op heel eind. Die moet nog, het sanitair nog gemonteerd worden, maar verder het tegelwerk is klaar. Dat is helemaal klaar. De gietvloer is klaar, die zal ik wel even laten zien. Oh ja, 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 ja. Ik heb even een compleet afgewerkte gietvloer, waar dus die bestand is tegen water. En, uiteraard, dat er geen lekkage komt. Dat is heel belangrijk. Ja, dit gaat goed, Richard, zo. Dit is de bovenste verdieping dus, hè? Ja, klopt. Dit is de derde verdieping van blok 3. Dat is dus het blok wat we in deze fase als eerste gaan opleveren. Ja, ja. En we liepen net met de trap, maar er is al een lift ook natuurlijk. Ja, ja, er is een lift, die is ook al ingebouwd. Ja. Die moet alleen nog gekeurd worden. En als die dus gekeurd is, dan mag die ook gebruikt worden voor personen. Juist. Elke bewoner heeft dus een eigen balkon. Ja. Waar hij dus een tuinsetje of iets dergelijks op kan zetten om dus lekker buiten te zitten. Ja. Ja, en de balkons die zijn beveiligd met terrasschermen. Dus dat is veilig op deze manier, veilig begaanbaar. Ja. Dit is de algemene huiskamer voor de bewoners. Voor de cliënten, voor de bewoners en voor de leiding. En daar is dus ook de algemene keuken is daar geplaatst. Juist. En verder heeft elke cliëntenkamer wel een eigen keukenblokje. Ja. Maar echt voor het bereiden van maaltijden, dat zal met name dat gebeurt in de algemene keuken. Grote keuken. Ja. Ja, de bedoeling is dat we dit blok opleveren aan de haven en Stichting Sprank in mei van dit jaar. Oh ja, en dat wordt natuurlijk weer een beetje een feestelijke gebeurtenis. Ja, ja, daar komen de hoge heren, zeg maar, van de partijen, die komen dan langs. Dan gaan we het blok opnemen, opleveren en dan aan het eind van de middag de sleutel overdragen. Ja, ja, precies. En daar ben jij ook bij. Ja, ja. Ja, hier worden nog verlichtingsarmaturen opgehangen. Ja. Zodat het straks mooi verlicht is in deze woonkamer. Juist. Dit is een mooie pakketvloer, hè? Ja. Alle afdelingen, alle verdiepingen krijgen deze mooie pakketvloer. Ja, ja. Hier wordt op dit moment de PVC-vloer gelijmd. Oh ja. Een onderhoudsvrije vloer en zeer, zeer goed schoon te maken. Heel goed, dat is belangrijk. Zeker weten. Ja, dit zijn de badkamers. Hier zijn we op dit moment bezig met het aanbrengen van de gietvloer. Je ziet, de plinten zijn al aangebracht, de onderlaag is aangebracht. Ja, dat is wat je boven liet zien, die waterdichte vloer. Dat, dat is hier nu gebeurd. En dat wordt nu op deze verdiepingen aangebracht. Ja.
dit hele blok, blok 3 ja. En blok 4, wat we dus vorig jaar opgeleverd hebben, ja, wat hiernaast staat. Hiernaast, wat al in gebruik is. Daar is een langdurig huurcontract afgesproken door de haven met Stichting Sprank. Ja. En daar komen dus de cliënten van Stichting Sprank komen in die blokken te wonen. Juist. Ja, er moet nog wel het een en ander gebeuren, dat zie ik, ja. Wij zitten hier elke dag, dus je ondergaat het eigenlijk en je bent steeds weer met een ander onderdeel bezig. Ja. Maar ik snap best als je hier vorig jaar zomer geweest bent en je zou nu weer komen. Ja, dat is ongelooflijk. Dat je wel staat te kijken wat er dan gebeurd is. Ja. Maar omdat we dagelijks mee bezig zijn, dan besef je dat niet altijd. Nee. Maar je hebt er geen slapeloze nachten van? Nee hoor. Nee, hoor. En nou is dadelijk het hele project afgelopen. En wat gaat er dan gebeuren? Dan is er weer een ander bouwproject waar je weer voor mag inzetten. Ja. En waar en in welke plek en wat. Dat, precies. Daar zijn andere mensen voor die dat inplannen, ja. Maar er komt er ongetwijfeld weer een vervolgproject. Ja, precies. Ja, hier staan we dus bij de meterkasten van de kamers. Nou is het zo, de hele installaties die in deze gebouwen zitten, dat is wel gigantisch veel werk. Maar het meeste daarvan wordt gewoon weggewerkt, je ziet het nooit meer terug. Nee, maar moet je kijken. Dat is wel een essentieel onderdeel van je bouw. Ja. Dat je installaties uiteraard ook aangebracht worden. En, ja, dat bedoel ik, hè? Dat je niks vergeet later. Nee, en daar zit heel veel werk in. Nou. Wat straks allemaal weggewerkt wordt. Wat je bijvoorbeeld ook ziet aan het plafond. Nu zie je leidingen boven het plafond lopen. Straks gaan de plafondplaten erin en je ziet het nooit meer terug. Maar het zit er wel allemaal. Maar het zit er allemaal, ja, dat is het. Hè? En heel wat zie ik wel. Ja, inderdaad. De laatste twee blokken die we bouwen, dus wat de uitbreiding van de haven wordt, blok 1 en 2, die zijn ook nog eens een keer gasloos. Nou, hier zijn we op de begane grond en zijn ze dus nog volop aan de gang met de werkzaamheden in de kabelgoot. Ja. En dan zie je dus ook echt goed van hoeveel installaties zitten er nou boven zo'n systeemplafond. Waar niemand weet van heeft. Waar je eigenlijk nooit meer terug ziet. Nee, ik zie het. Soms sta je niet lekker erbij. Nee. Ja. Dus, succes! Daar heb ik knippen. Ja, ja. Hey. Dit is eigenlijk het hart van het gebouw, de elektrische installatie. Ja. Hier aan de dikke kabel komt eigenlijk de invoer van het net, van buitenaf. Ja, ja. En hier in deze kast wordt alles verdeeld naar de kamers toe en over de verdiepingen. Dat zijn er ook wel heel wat kabeltjes, zie ik. Zeg. Dat zijn heel wat kabeltjes. Alle mensen. Wij hebben wekelijks van het architectenbureau Bossenstad, hebben wij de toezichthouder op de bouw, de directievoering. Nou, die zijn tevreden, die doen rondes op de bouwplaats. Juist. De opdrachtgever is tevreden en de architect zelf, die het daadwerkelijk ook allemaal ontworpen heeft, die is één of twee keer op het project geweest inderdaad, om ook te zien of die het juiste beeld erbij heeft, ja. wat hij dus voor ogen had. Nou, kijk eens aan. Richard, bedankt zover. Fijn dat je even tijd hebt gemaakt en tot de volgende keer. Geen dank, tot ziens.